Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En waar denk je dat ik over heb vanavond? Waar ik het over ga hebben? Misschien denk je, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Ik weet heus wel wat dat is. Maar het houdt veel meer in dan je denkt. Waar ik het over ga hebben. Want ik kreeg in mijn hart, net of de Heer zei, je gaat daar maar over hebben. Toen zei ik aan de Heer, oh, ik zal niet weten wat ik eruit moet halen. En gek hè, toen heb ik gebeden en ik ging schrijven en in één keer kwam allemaal verhalen in me op. Dat is de Heer, want van mezelf heb ik niks. De Heer heeft heel veel, de Heer heeft alles. Nou, we gaan hebben over bidden. Over bidden. Ja, misschien denk je, ach, bidden, hè, daar ben ik wel gewend, ik weet wel wat het is. Maar, als je verder kijkt, is bidden eigenlijk ook werken, hè. Want, ja, je bidt eigenlijk de gewone gebeden van elke dag. Heer, bescherm mij deze dag, dat ik tot zeven ben op mijn werk, hè. Zo, die als standaard gebeden. Maar er zijn nog veel meer dingen om te bidden. En weet je wat Jezus altijd deed als hij bad? Dan trok hij zich terug. Helemaal de eenzaamheid in. Matteüs 14, vers 23. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden, in de eenzaamheid. Zie je? Lees je dat goed, hè? In de eenzaamheid. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Ja, want als er rumoer om je heen is, dan kan je niet goed bidden, hè? En ja, dat leidt je af. Dan kan je niet concentreren. En dan heb je de gebeden van waar je overwinning over wil hebben. Dan bid je al zo lang voor iets en dat komt er niet. En dan ga je strijden. En daar bid je dan voor. En daar wil je voor vechten dat het een keer verhoord wordt en overwonnen wordt. En weet je, en als het te lang duurt, wat ga je dan doen? Om dat sneller tot stand gaat komen, dat de Heer het verhoort, dan ga je vasten. Want met vasten gebeurt daar wonderen. Want in het vasten, dan offer je jezelf. Ja, dan laat je lekkere dingen staan, de hele dag. Om te vragen dat de Heer jouw gebeden wil verhoren. Misschien is het je kinderen die nog niet bekeerd zijn. Misschien is financiële moeilijkheden, maar er zijn zoveel dingen die nog niet overwonnen zijn en dan ga je vasten. Dus dit is niet alleen maar gewoon bidden dagelijks, maar ook andere dingen waar je mee zit, hè. En daar wil je dan voor vechten. Jezus ging ook vasten voor zijn bediening. Voordat hij die grote dingen ging doen, ging hij ook vasten. Sommige gebeden worden direct verhoord, maar sommige gebeden niet. Dus ga je ervoor vechten, omdat het langdurig is. En misschien is het ook net als Jezus, als je wilt bidden, dan wil je ook alleen zijn. Ik vind het heerlijk als ik bid, dat ik even alleen ben. Hè, dan, sommigen die willen bidden, maar dan willen ze gelijk muziek aandoen. En dan willen ze meteen lekker lawaai om me heen, anders zegt ze, kan ik niet zo goed bidden. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen interpretatie, hoe je wilt bidden. Maar ik vind het heerlijk om in de stilte te bidden, want dan word ik niet afgeleid. Als ik afgeleid word, dan weet ik niet meer wat ik moet zeggen tegen de Heer. Nou, gebeurt ook wel eens dat je naar je werk gaat, had ik vroeger ook. He, dan ging ik naar mijn werk en ging om
6 uur op. 6 uur, dat is misschien vroeg, maar 8 uur moet ik dan beginnen. Dan ging ik om 6 uur uit om die stille tijd te doen met de Heer. Maar ik verslaap me ook wel eens. Dan slaap ik door de alarm heen van de wekker en dan gaat het hapselijk weg, het eten, heel snel, dat je op tijd bent. En dan is het bidden van, Heer, zegen deze dag en dat tot zegen mag zijn en bescherm mij, Heer. Ja, dat moet je elke dag bidden, dat is waar. Maar dan is het dat, hè. En verder is het niet. Terwijl ik altijd heel veel gebeden breng aan de Heer voor de familie, voor de gemeente, voor Israël, voor Nederland, voor al die nare dingen, breng ik altijd bij de Heer. Dus, maar dan kan jij ook 's avonds de tijd nemen. Als je dan te laat bent op je werk en je hebt dan geen tijd om te bidden, dan kun je dan ook een andere uur nemen in de avond of in de middag als je thuis komt. Ik kan me wel voorstellen als je een gezin hebt met kleine kinderen, dat het dan wat moeilijker wordt. Dan moet je 's avonds wachten totdat ze in bed liggen en dan heb je rust en dan kan je bidden. Of je moet 's morgens heel vroeg opstaan voordat je de kinderen helpt. En voordat je man opstaat. De Bijbel zegt ook dat de Heilige Geest pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Heilige Geest brengt al je gebeden bij God de Vader. En Hij neemt het voor je op, zodat je gebeden worden verhoord. Het is net als een advocaat eigenlijk. De Heilige Geest is net een advocaat. Die voor je opneemt en voor je pleit bij God de Vader. Zo is ook de Heilige Geest. Want de advocaat, hè, die, als je voor de rechter moet komen, dan gaat de advocaat voor je pleiten. Zodat je recht wordt gezet, de zaken waarvoor de advocaat naar voren is gegaan voor jou. Zo doet de Heilige Geest dat ook. Want Romeinen 8 vers 26, mogen we wel opslaan. Romeinen 8 vers 26. Ja. En evenzo komt de Heilige Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar het behoren. Maar de Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Zie je dat de Heilige Geest voor ons pleit? En weet je wat bij gebeden ook is, wat nog niet overwonnen is, moet je ook geduld hebben. Want soms duurt dingen heel lang voordat God het verhoort. En dan word je misschien ongeduldig. En daarom moeten we volharden bidden, volharden. Ik weet nog goed, hè, we over geduld gesproken, ik weet nog goed dat ik verkering had met mijn man. Ja, dat was een leuke tijd, ik genoot ervan. Het was een hele leuke tijd. Nou, en sommige van onze kennissen die zeiden van, nou, na een half jaar of een maand gaan wij trouwen, we weten het al. Ik ga niet zo lang wachten. Geen jaren. Ja, en dan heb je nog geen uitzet of hoe zit dat nou, je hebt nog geen spullen. Oh, dat doen we wel in het trouwen. Ja, dat moet iedereen zelf weten. Maar wij hadden afgesproken, want mijn man had net werk en dat was in de opleiding. En er was werk aan het zoeken, dus wij hadden geen geld. Nou, toen zeiden we van, weet je wat, als wij allebei volledig werken, gaan we sparen voor uitzet. Hè? En als we gaan trouwen, dan hebben we alles al. Nou, dus een jaar ging voorbij, er kwamen kennissen naar ons toe. Ja, zeg, jullie lopen al een jaar, wanneer trouwen jullie nou eens een keer? Ik zeg, nee hoor, wij zijn nog aan het sparen, we doen het kalm aan. Nou, dan ging er weer een jaar overheen, 2 jaar. Nou, zeiden ze nog langer, zeg. En als we tegenkomen, hè, de kennissen, dan zeiden ze, nou, hoor eens, jullie gaan al 2 jaar met elkaar om, hè. Nou, wanneer trouw je dan? We zitten daar op een bruiloft te wachten.
Ik zei, nee, zo lang is het nog niet hoor, zo lang is het nog niet, zo ver is het nog niet. Dus, wie waren er ongeduldig? Onze kennissen, niet wij. Nou, en daar ging weer een jaar overheen en we zijn 4,5 jaar met elkaar gegaan. En toen gingen we trouwen. En toen zeiden ze, hè hè, eindelijk gaan ze trouwen. En we hadden toch een feest van hier tot naar Gunther. Dat was een leuke tijd, hè. En ik vind verkeringstijd ook leuk. Dat is een andere tijd, daar geniet je van. Want weet je waarom? Als je getrouwd bent, ja, dan... Het is niet zo dat je het niet leuk vindt, maar dan ben je die vrijgezelle tijd ben je kwijt. Ja, als je trouwt, is ook een leuke tijd. Dus, geduld hoort er ook bij gebed. Nou, en dan heb je nog gebeden die opgeschreven zijn. En sommigen zijn niet gewend echt te praten met God, hè, en te bidden vanuit een bestaand gebed. Daar gaan ze dan bidden vanuit een bestaand gebed die opgeschreven is. Dus als je een echte relatie met God hebt, dan praat je graag met hem. Ja, toch? Maar een traditioneel gebed is een formule van gebeden. Die opgeschreven zijn omdat vaak mensen nog niet die echte relatie hebben met God. Het is meer een religie, zoals broeder Hans dat een keer in zijn preek heeft gezegd. Dat religie anders is dan relatie met God. Dus geloven wel in God hoor, zeker. En ze hebben God ook lief, maar het is, weet je wel, niet met het hart is nog... Ja, we moeten rekening houden, want God is er nog. Dus op die manier, op die wijze. Maar nog niet echt, nou ja, dat ze dat hem als vader zien. Dat je met hem mag praten, dat je alles mag zeggen tegen de Heer. Dat je alles mag delen met de Heer. En dan heb je dit ook nog. Misschien heb je moeite om langdurig te bidden. Ja, je hebt zoveel afleidingen. Misschien denk je, ja, ik zal vanavond naar mijn vriendin gaan. En ja, ik heb zoveel leuke dingen en dan moet ik daar een uur zitten. En dan moet ik bidden. Ha. Ja, dat is een oefening eigenlijk. Hè? Oefening baat kunst. Hè? Maar het belangrijke is wel, als je met de Heer gaat, dat je ook heel veel bidt. Dat je met hem gaat praten. En weet je wat zo mooi is als er resultaten zijn over je gebeden en ze zijn verhoord? Dan word je zo blij, dan denk je van, wat ben ik blij dat ik het gedaan heb. Want als er nooit iets van komt, komt er ook geen overwinning. En wordt je gebeden niet verhoord. Dus als er overwinning komt en het ene gebed naar de andere wordt verhoord, dan zeg je, oh hier, wat is dat heerlijk. En dan wil je volgende keer weer. En weer en weer. Dan vind je het helemaal niet meer erg om dat te doen. Want ja, bidden is ook strijden, hè. En werken. En ik kan me wel voorstellen dat sommige, als je jong bent en je hebt nog zoveel, hè, leuke dingen, dat het moeilijk is voor de jongeren om echt stil te zijn voor God en te gaan bidden. Dat is waar. Maar weet je, als Jezus, de Zoon van God, waar zoveel kracht en zalving is, ook moet bidden en 40 dagen vasten, en het is nog wel de Zoon van God, hè, en terugtrekken, des te meer moeten wij dat ook. Dus als je resultaten wilt zien, neem de tijd om te vasten en te bidden. Nou, en misschien zeg je wel van, nou, God weet toch immers alles. Waarom moet ik nou met hem praten? Waarom moet ik nou zoveel bidden? Waarom dan? Hij weet toch alles van me? Nou, dat hoeft toch niet? Nou, dan heb je geen contact meer met hem. Dan heb je geen, ja... Stel, ik heb vriendinnen of kennissen of mijn man en ik zeg nooit wat tegen hem. Ik denk, nou, dat is toch niet nodig, hij weet toch alles van me. Nou, dan wordt het een saaie boel, hè? Dan heb je helemaal geen relatie.
had je geen contact en die onderhoud je niet. Dus God wil gebeden zijn, hij wil dat je met hem praat. En zo hou je je relatie met God in stand. En ook hou je relatie met God in stand door de gebeden, door de samenkomsten waar je regelmatig komt. En de Bijbelstudie en in zijn woord te lezen. Ja, want Jezus zocht regelmatig contact met God. Regelmatig. Want je zou juist zeggen, God en zijn zoon kennen elkaar toch goed. Waarom zou Jezus dan steeds moeite doen om te bidden? Maar Jezus, zijn relatie met God was wel nodig. Want Jezus overlegde alles met zijn vader. Want er staat ook nog een zin wat Jezus zei. Dat hij pas bepaalde werken kon doen. Ja, dat staat in de Bijbel, hè? Heel duidelijk. Als God hem dat eerst voordeed. Hij kon pas dingen doen als God dat heeft voorgedaan. Dus Jezus kon niets doen zonder dat God de Vader, zonder dat hij God de Vader heeft zien doen. Dat staat er duidelijk in de Bijbel. Dus als je je relatie met iemand goed onderhoudt, dan verwatert het. Dus omgang met God mag je ook goed onderhouden. Hier in Lucas 11 vers 9 tot 10, daar staat, Lucas 11 vers 9 tot en met 10, daar staat, bid en u zal gegeven worden, zoek en gij zult vinden, klop en u zal opengedaan worden, want ieder die bidt ontvangt, en wie zoekt vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. En Jacobus 4 vers 2, daar staat, gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Dus sla je gebeden nooit over. Alleen, ja, met een enkel keer, als je dan heel druk hebt, hè, en je moet zo haasten, dan kan je er niks aan doen, heb ik ook wel eens hoor. Sla nooit gebeden over. Wees daarin ook standvastig. Blijf onaanhoudend bidden voor allerlei zaken. En dan zul je de resultaten zien van al je gebeden. Dus bidden is dus werken, strijden, wachten, smeken. Bidden is dus dat het veel meer inhoudt dan een gebedje opzeggen. Ik weet nog goed dat ik tot bekering kwam. Nou, dan kwam ik dan thuis en dan ging ik praten met de Heer. Dat zijn ze van mij niet gewend. Ze zijn ook wel gelovig, maar dat zijn ze niet gewend. En dan ging ik praten en dan ging ik prevelen in die slaapkamer. Ja, Heer, en zo ging het dan. En dan gingen ze luisteren. En dan zeiden ze, Ilse is niet goed bezig geworden. Ja, wat doet ze nou? Dat deed ze vroeger toch nooit. En dan gaat ze de Bijbel de hele tijd lezen. Nou, toen zat ik nog in de gospelgroep en toen bad ik ook heel veel voor de groep, hè. En we gingen op uit. Dus dan bad ik natuurlijk. En 's morgens, en dan waren ze klaar en dan hoort ze mij weer. En dan zeg ik tegen hen, nou lach maar niet hoor. Ik zal jullie uitleggen waarom. En toen begrepen ze. Toen begrepen ze. Ja, zo ging het vroeger, hè. En dan hoor ik iemand zeggen, ja, als het maar niet godsdienst waanzin is. En toen zei ik, wel nee, natuurlijk niet, zei ik dan. Achter die deur. Ik ben normaal hoor. Maar zo ging dat. Weet je, als je gaat bidden, dan voed je jezelf en bouw je jezelf op. Het is niet alleen maar Bijbel lezen en door gebed. En door gebed, door jouw gebed, kunnen heel veel dingen veranderen.
Omdat jij daarvoor in de bres staat. En weet je wat ik ook vind? De gemeente, hè? Dat is in de gemeente ook zo. Wij denken altijd nog, de voorganger die bidt voor ons. En zijn vrouw die bidt voor ons. Nou, maar de gemeente heeft ook verantwoording. Wij moeten voor hun bidden. Wij moeten voor elkaar bidden. Wij moeten voor de gemeente bidden. We hebben net zoveel werk te doen als de voorganger met zijn vrouw. Net zoveel hoor. De Heer vraagt van ons ook verantwoording. En als er iets is, ja, maar bid jij dan ook ervoor? Zegt de Heer, bid jij er ook voor? Bidden jullie er ook voor dat dit en dat niet gebeurt? Daar moeten wij voor bidden. We moeten voor de gemeente veel bidden. Vooral voor de mensen die aan het front staan, hè? Zoals voorgangers, hè? En zijn vrouw. Daar moeten wij heel veel voor bidden, want daar begint de duivel juist aan te vallen. Niet ons direct, maar hun. Want hij begint altijd bij de kop, hè? En dan gaat hij naar de staart. Want hij denkt, als dat kapot gaat, dan gaat de rest ook. Dat is de bedoeling van de duivel. En weet je, we hebben maar een beperkt zicht over de geestelijke en natuurlijke wereld. Dat is waar. Maar God gelukkig niet. Daarom zegt God in Jesaja 55, vers 8 tot en met 9. Jesaja 55, vers 8 tot en met 9. Dat gaan we even openslaan. Ja, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Dus daarom bidden wij ook omdat bij God alle dingen mogelijk zijn. God is een creator. Hij creëert een wonder in je leven door je gebed, waar je dan niet voor mogelijk houdt. Ja, omdat zijn wegen hoger zijn en zijn gedachten. Dus hij weet altijd al van tevoren van wat wij niet zien, ziet hij al. En dat gebeurt. En als het dan gebeurt, dan kijk ik nog versteld van. Terwijl ik weet dat God dat doet. Maar als het gebeurt, dan denk je, hoe is het mogelijk? Daarom is bidden ook de motor van je geestelijk leven. Dat is bidden. En er staat ook nog in Jesaja 55, vers 6. Jesaja 55, vers 6. Als je denkt dat God zo ver weg is, dan staat er, zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Zijn tegenwoordigheid is bij ons iedere dag. Dus God hoort jou als je tot hem roept. Zo dichtbij is God in ons leven, want soms lijkt het niet zo, hè? Als je moeilijkheden hebt, dan denk je, ja, Heer, waar bent u dan? Waar bent u, God? Ik voel het niet, ik zie het niet, hoef ook niet. Je moet alleen maar geloven dat God er is. Ja, want vaak willen wij iets tastbaar, hè? Als we moeilijk hebben, willen we iets tastbaar. Dat je direct ziet, dat je direct voelt, dat het direct gebeurt. Maar, doet God ook wel. Maar weet je, dat leert ons ook te wachten. Leert ons ook te wachten als God niet direct... Ja, hij doet het wel, hij heeft het al lang verhoord hoor. Maar wij zien dat niet. Maar dat leert ons ook wachten, hè. En op het laatst ga je zo op de Heer vertrouwen. Als je dat meemaakt, dan denk je, ach Heer, vorige keer was het ook zo, nou weet ik het wel. U doet het wel. Dan ga je vertrouwen. Dan weet je, dan ben je in gerustgesteld. Maar dat is een weg, dat moet je leren. Hè? Dat moest ik vroeger ook. Mm.
Bijbel zegt, God kan veel meer doen dan boven bidden en denken. Ja, God kan veel meer doen dan boven bidden en denken. Dat staat ook in de Bijbel, hè. Ik weet niet hoe ons gebedsleven is. Ik denk allemaal verschillen. Ja, denk ik wel. De ene die, als je bidt, gaat eerst de Heer loven en prijzen met muziek. En hè, dan komt ze erin een beetje. En de andere die gaat meteen beginnen. Maar ik bid ook wel eens als ik op de fiets zit. En dan denk ik ergens aan. Dan denk ik, ja, oh ja, dat moet ik nog bij de Heer brengen. Dat ben ik vergeten. Maar ik praat eigenlijk de hele dag een beetje met God. Net of hij naast je wandelt. Ja, als er iets is dan in mijn gedachten, dan denk ik, oh ja, Heer, dat ben ik vergeten. Nou, dan kan je ook tussendoor bidden. Maar je kan niet heel veel gebeden doen terwijl je aan het denken bent, hè. Dat gaat natuurlijk niet. En dan kijk je op televisie naar nieuws. Kijk je naar nieuws. En dan zie je in één keer nare dingen weer van de ISIS. En nou ja, dan bid ik daar ook weer voor. En weet je wat ik zo mooi vind? Ik had al heel lang gebeden, misschien jullie ook allemaal, met de ISIS, dat ze verdreven worden. Dat ze niet in de overwinning staan. En nou hoor ik van de week in het nieuws dat de Koerden, of ik weet niet, zo'n volk, hè, dat ze de overwinnende hand hebben. Dat ze hun al drijven de bergen op. Dat ze al wegdrijven. Nou, en nou bid ik maar gewoon dat de Heer zo'n overwinning geeft dat ze helemaal verdreven worden. Want die mensen zijn zo fanatiek, die moorden en die doen maar waar ze zin in hebben. Dus als ik op televisie iets zie, dan ga ik ook voor bidden. Ja, daar zijn wij ook voor. God heeft ons hier geplaatst om te bidden voor de hele wereld, voor allerlei zaken. Daar zijn wij voor. En weet je, als Jezus straks terugkomt op de berg, met zijn heiligen, dat zijn wij, dat zijn we al lang opgenomen, dan komen we weer terug. Dan moeten wij ook met hem heersen. Dan gaan wij ook met hem, hè, dingen doen. Dat kan je niet voorstellen, hè, als je zo hier zit. Dat je denkt, hè, ik met Jezus, met al die volkeren die bekeerd zijn. Hè, dat er met al zijn heiligen op aarde weer komt. Ik geloof, als ik het tenminste goed heb, hoor, dat weet ik niet, dat moet ik even nog lezen. Dat het bij die duizendjarig rijk is, geloof ik, hè. Als Jezus terugkomt of niet. Als hij op de olijfberg komt. En dan is er daar een dal van ontkoming voor zijn volk Israël. Want ze krijgen het heel benauwd. En de vijand die gaat achter hen aan. En dan maakt de Heer zo een dal van ontkoming. Er komt in één keer een dal en ze gaan daarin. En Jezus staat daar dan. En hun wapens, die worden gemaakt als ploegscharen. Daar kunnen ze niks mee doen en dan zien ze de Heer. En dat zal dan weer het begin zijn dat God, of dat Jezus gaat heersen op aarde. Dus daarom is het zo belangrijk dat wij ook gaan bidden voor Israël en voor alle volkeren in de wereld. Hè? En nu ook met die vluchtelingen. Dat zegt de Bijbel ook, hè? Als je vluchtelingen helpt, word je gezegend. Ja, en de Bijbel zegt duidelijk, hè? Anders komt er een vloek over het land als zij de vluchtelingen niet helpt. Dat staat er heel duidelijk in. Maar ik heb het niet opgezocht, maar ik heb het een keer gelezen. Dus daarom die relatie met God, dat is zo belangrijk dat we blijven praten, hè, met hem. Want weet je, je hebt heel veel christenen die gelovig zijn, tenminste traditioneel, die vinden dat raar als je zo praat met God, zoals je tot je vader spreekt. Ik zeg niet alle kerken hoor, maar sommigen, die zeggen, ga je zomaar met God praten, hij is zo heilig, kan je het toch niet doen? En je moet je vrome gebeden doen. Maar dat is niet zo. Gelukkig wil de vader heel gewoon zijn met ons.
En daar zijn we toch blij om met zo'n Heer. Dus God hoort jou als je tot hem roept. Zo dichtbij is God in ons leven en in ons hart. En daarom mag je altijd alles brengen bij de Heer. Ach, jullie zullen ook wel meegemaakt hebben, hè, dat je gebeden hebt en dat verhoord wordt. Hè. Maar je hebt ook hardnekkige dingen die niet direct zichtbaar is. En dat is strijd. Maar ik weet zeker dat het wel op een dag zal gebeuren. Misschien niet zoals jij dat wil altijd. Het zal misschien op een andere wijze zijn. Maar het ligt ook aan de mensen zelf waar je voor bidt of ze wel willen. Kijk, je kan heel lang voor bekering bidden voor iemand. Als ze niet willen, dan houdt alles op. Dan kan je er niks aan doen. Dus in zijn tegenwoordigheid kan je bij hem komen. Want ja, als je hier zit, is hij hier. Zijn tegenwoordigheid is hier. Alleen je ziet het niet, je voelt het niet altijd. Soms is het wel zichtbaar, soms voel je het wel en soms niet. Maar dat maakt niks uit, het gaat om ons geloof. Wij geloven gewoon dat God er is en dat hij gebeden verhoort. Nou, daar wil ik jullie mee bemoedigen vanavond. En ik wens jullie een gezegende gebedsleven. Amen.